Vandaag een antwoord op de vraag van Stef. Zo'n 15 jaar geleden is bij Stef ontdekt dat hij een verhoogd cholesterolgehalte heeft. Sindsdien gebruikt hij cholesterolverlagers, statines genaamd. Sindsdien merkt hij ook, als ook zijn partner, dat hij wat vergeetachtiger is dan voorheen. Nu heeft hij in de bijsluiter gelezen dat dit een bijwerking zou kunnen zijn. Heeft hij ook op internet op de diverse fora gelezen dat andere mensen hier ook last van hebben. En hij vermoedt dan ook een samenhang tussen beide factoren, zijn vergeetachtigheid en het slikken van zijn cholesterolmedicatie. En zijn vraag is nu, hoe kan het dat vergeetachtigheid een gevolg kan zijn van het slikken van mijn cholesterolmedicatie? Nou, Stef, om dit uit te leggen, wil ik je uitleggen wat cholesterolmedicatie doet in je lijf. En ik wil je ook een beetje een beeld schetsen van het verwerken van informatie werkt in jouw lijf, in jouw hersenen. En de opslag en het weer ophalen daarvan, dus je geheugen werkt. En hoe die twee van elkaar op elkaar van invloed zijn. Wanneer jij cholesterolmedicatie gebruikt, statines, dan rem jij de vorming van cholesterol welke plaatsvindt in je leven. Cholesterol is namelijk een niet-essentiële stof. Dat wil zeggen dat jouw lichaam, jouw leven, deze zelf kan vormen. Dit doet jouw lever ook voortdurend, want deze wordt gestimuleerd om cholesterol te vormen onder invloed van het hormoon insuline. En die wordt regelmatig geproduceerd in je lijf. Als gevolg daarvan vindt er dus regelmatig cholesterolsynthese, de vorming van cholesterol, plaats in je lever. En dat cholesterol zal met behulp van transporterende moleculen, lipoproteïnes, in jouw bloedbaan gebracht worden. En daaruit ontstaat jouw cholesterolgehalte. Jij, bij jou, is ontdekt, net als bij menigeen, dat jouw cholesterolgehalte, dus het gehalte aan cholesterol, in jouw bloedbaan te hoog is. Dus ben jij statines gaan slikken? Heb jij statines voorgeschreven gekregen? Deze remmen de vorming van cholesterol in je leven. Hierdoor kan en zal jouw cholesterolgehalte in de bloedbaan niet verder stijgen. Mits ook jouw voeding niet al te veel cholesterol bevat, want cholesterolgehalte in jouw bloedbaan is het gevolg van hetgeen jouw voeding levert aan cholesterol samen met hetgeen in jouw leven gevormd wordt aan cholesterol. Dat bepaalt jouw cholesterolgehalte. Dus door deze remming van van de cholesterolsynthese in je lever zal het cholesterolgehalte in je bloedbaan niet verder stijgen. Dat is dus wat er gebeurt op het moment dat jij cholesterolmedicatie gebruikt. Dat wil echter niet zeggen dat de opname van cholesterol vanuit je bloedbaan in je cellen, dat verbetert. Want die medicatie zorgt alleen maar voor een verminderde aanmaak van cholesterol door jouw lever. Dus je cholesterolgehalte in je bloedbaan zal niet verder door je lever, door de vorming in je lever, verhoogd worden. Gaan we kijken naar geheugen. De hele dag door, elke dag van jouw leven en dus ook bij jou in de afgelopen 15 jaar, ontvangen jouw waarnemende zenuwcellen allemaal informatie. Informatie van buitenaf, informatie van binnenuit. En al die informatie die moet verwerkt worden. Waar in jouw hersenen? In eerste instantie moet die ontvangen informatie doorgestuurd worden met behulp van extracellulaire signaalstoffen, neurotransmitters bijvoorbeeld, richting jouw hersenen. En vervolgens moet die informatie moet verwerkt worden. En een deel van die informatie die kan en zal dan ook opgeslagen worden in jouw geheugen. En die informatie die kan ook later weer opgehaald worden, waardoor jij het kan herinneren. Wanneer dit niet zo goed gaat, het verwerken van informatie en het opslaan van informatie of het weer ophalen van informatie, dan zul jij vergeetachtigheid ervaren.
De verwerking van die informatie in jouw cellen en het opslaan daarvan, dat vindt allemaal plaats met behulp van intracellulaire signaalstoffen. En het elektrolyt calcium is daar een voorbeeld van. Cholesterol, waar dient dat onder andere voor? Cholesterol is een bouwstof. Cholesterol is een onderdeel van al jouw celmembranen en de membranen die jouw celorganellen op bezitten. De informatie welke jij ontvangt, welke naar jouw hersenen doorgezaaid moet worden en die in jouw hersenen ontvangen, verwerkt en een deel dus ook in jouw geheugen opgeslagen moet worden, dat moet verschillende membranen passeren. Wanneer in dat membraan onvoldoende cholesterol aanwezig is of niet intact is, die membranen niet intact zijn, wanneer de moleculen in jouw membraan niet intact zijn, dan gaat het natuurlijk allemaal niet zo goed. En dan kan er vergeetachtigheid ontstaan. In die zin, het opslaan ofwel het ophalen van die informatie kan dan niet zo goed meer verlopen. Wanneer zal een tekort in jouw membranen aan cholesterol ontstaan of kan schade aan de membranen, aan jouw celmembranen of membranen van jouw celorganellen niet goed hersteld worden? Wanneer er een tekort heerst aan cholesterol in jouw cellen. Want op het moment dat er schade heerst in jouw, aan jouw membranen, aan jouw celmembranen, de membranen in jouw cellen, dan moet het hersteld kunnen worden, maar dan moeten jouw cellen dus wel beschikken over cholesterol. Cholesterol is een stof die in jouw celmembranen moet zorgen voor de vloeibaarheid van jouw celmembranen. Jouw celmembranen bestaan hoofdzakelijk uit vetten. Maar dan moeten heel veel moleculen moeten er door die membranen heen. Nou, die kunnen niet door een laag van vetten. Heel veel moleculen niet, geladen deeltjes niet, die signalen over moeten dragen. Maar ook grote wateroplosbare moleculen kunnen dat niet. En daarvoor moeten dus eiwitten, en eiwitten zijn wateroplosbare stoffen, ook in jouw celmembranen zitten om dat transport mogelijk te maken. Dus ook om die overdracht van informatie in jouw cellen, om dat mogelijk te maken en uiteindelijk het opslaan ervan. Cholesterol is een stof welke mogelijk maakt dat die eiwitten bij tussen die vetten in jouw celmembranen kunnen zitten. Cholesterol is namelijk een emulgerende stof. Dus die maakt dat vetachtige stoffen en wateroplosbare stoffen met elkaar kunnen mengen, in eenzelfde omgeving kunnen zijn. Heb jij dus onvoldoende cholesterol in jouw celmembranen en kan dat niet goed hersteld, kan een beschadigd celmembraan niet goed hersteld worden, dan gaat de doorlaatbaarheid van jouw membranen achteruit. Dat is dus het gevolg van een cholesteroltekort. Een cholesteroltekort in jouw cellen kan leiden tot vergeetachtigheid, omdat dan de membranen van jouw cellen beschadigd kunnen raken, niet goed hersteld kunnen worden en dan minder doorlaatbaar worden. Wanneer jij een verhoogd cholesterolgehalte hebt, wanneer dat is vastgesteld, dan ligt daar vaak niet aan ten grondslag dat jij veel te veel cholesterol in jouw voeding hebt, soms ook wel hoor, of dat jouw lever veel te veel cholesterol aanmaakt, want dat is ook allemaal wel nodig, maar de opname daarvan in jouw cellen gaat niet goed. En daarom blijft jouw lever ook maar cholesterol aanmaken, omdat hij vanuit de cellen het signaal krijgt dat daar meer cholesterol nodig is. Dus dan blijft jouw lever, blijft cholesterol aanmaken, want het komt niet aan in jouw cellen. Op het moment dat jij cholesterolverlagers gebruikt, dus de vorming van cholesterol in jouw lever geremd wordt, dan zal niet vanzelfsprekend de opname van cholesterol in jouw cellen verbeteren. Met als gevolg dat een cholesteroltekort in jouw cellen, wanneer de opname van cholesterol in jouw cellen niet goed verloopt, dat kon bij jou dan al makkelijk ontstaan, maar vanaf het moment dat jij cholesterolverlagers gaat gebruiken, kan dat nog makkelijker ontstaan. En dit zou de verklaring kunnen zijn, het feit dat cholesterol niet goed opgenomen kan worden in jouw cellen en in jouw cellen dus heel makkelijk een cholesteroltekort kan ontstaan. Dat wordt aangewakkerd op het moment dat jij cholesterolverlagers gaat gebruiken. En op het moment dat het cholesteroltekort ontstaat in jouw cellen, dan kunnen celmembranen beschadigd raken, maar niet goed hersteld worden.
Wordt de doorlaatbaarheid van jouw celmembranen minder? Ja, dan kan informatie niet goed opgeslagen worden voor later en ook niet goed weer opgehaald worden hoor. Daar is cholesterol. Dat zijn intacte celmembranen, de goed doorlaatbare celmembranen voor nodig. Dus dat als antwoord op jouw vraag, Stef. Hoe het toch kan dat jij, maar ook vele anderen met jou, merken vergeetachtiger te worden ten opzichte van eerder op het moment dat zij cholesterolverlagers gaan gebruiken.